Jij gaat nu van de jaren 30 naar de jaren 40 en je verspreidt wat er in het boek uitvoert dat orde is. Dat via dat nationaal socialisme en noem maar op en noem maar op en noem maar op, die hele wereld dan in brand komt te staan. En zijn deerniswekkend optimum in Duitsland vindt. 6 miljoen Joden vermoord, plus 6 tot 7 miljoen anderen. Er is er maar eentje die er overheen komt, en dat was de heer Stalin. Volgens de laatste cijfers zitten we al boven de 20 miljoen. Maar goed, we hebben het over de jaren 30 en 40, en dus hebben we het over het Hitlerisme. En dan kom jij met de naam Gideon Klein. En dat is nou het gekke. Je bent met zoiets tragisch bezig en dan wil je toch een ander stuk wil je er ook weer in inbrengen. Want je wil een volledig historisch beeld. En dan kom ik op, inderdaad, Gideon Klein. Want wat is het verhaal, dames en heren? Gideon Klein was Joods. Een ongelooflijk geniaal man. Ongelooflijk geniaal. Dat werd door deze en door genen van wie die les kreeg, terstond gezegd. Maar hij is Joods en hij komt dus in een concentratiekamp terecht. Maar hij is bezeten van zijn muziekkunst. Dus hij schrijft in het concentratiekamp waar hij het langst gezeten heeft, als Theresienstadt was, niet het ergste. Schrijft hij zijn trio af waaraan hij begonnen was. Hij moet wel achter die deur. Maar hij ruikt dat beeld niet kwijt dat in zijn hoofd zit. En dan weet hij met behulp van deze en gene wil hij iedere keer stukjes papier zo uit dat kamp te krijgen. En dan op een gegeven ogenblik dan is hij aan de laatste collecties toe. Die gaan ook nog via de kant uit op papiertjes, op snippertjes. En dan is het 2 dagen later, na zijn laatste snippertje papier. 2 dagen. En dan moet hij naar Auschwitz. En dan was er achter de verbrandingsovens. En dit geniale voorbeeld van muziek is wel verteld 3 maanden. 27 jaar oud. Ja. Dus alles zou nog komen. Ik wil ter ondersteuning van dit stuk heel graag een stukje muziek horen van het trio dat Gideon Klein in het concentratiekamp gemaakt heeft. En bedenk er even bij, over muziek gesproken, zo'n jonge jongen, van nauwelijks 27, maar toch al. En je hoort daarin die muzikale vernieuwing die zich afspeelt. En tegelijk moralische herinneringen en noem maar op en dat allemaal door elkaar heen. En dan krijg je in een trio krijg je een geweldig evenwicht. En het overstijgt bij mij mijn herinnering aan de 1000 verhalen die ik ken uit concentratie. Dus het trio voor strijkers van Gideon Klein en u hoort het deel Molto Vivace. Thank you.
Hij liet tijdens het maaltijd met hoge officieren van het Afrika-korps zelfs een ogenblik het eten overbreken. Want hij wilde het even horen, jullie. Terwijl toch de Engelsen hun eigen Lyle Anderson hadden. Anderson, sorry. Ja, kijk, die fronten die waren zo groot en die waren zo ver. Hè? En dat is de reden waarom een slagveld in feite, als Lili Marleen, het bekendste oorlogsliedje kon worden. Zo heeft dat met elkaar te maken. En onze beiden schatten staan die ander af. Het kan niet kunnen. Ze zijn met z'n tweeën onder het licht voor die poort van de kazerne staan. Je wilde een stukje van een andere zangeres zeggen. Kijk, maar dan zie je Brits. Sweetheart of the Foresters. Ja, dat is natuurlijk nou. Na dat vorige is het een ontzettende stap die we maken, Rob. Ja. Maar ja, je hebt ergens wel gelijk. Ik kan die oorlog na al die andere dingen gememoreerd hebben en echt niks over het hoofd gezien hebben gehoord van vreselijke dingen. Nee. Kan ik mijn neventhema van die schaduwcultuur, kan ik natuurlijk ongelooflijk tevoorschijn halen, want we hadden het zo nodig en het zijn ongelooflijke jaren op dat gebied geweest. En die waren dan ook nog bovendien precies gericht naar wat de mensen precies toen van nodig hadden in het overleven. En dan heb je het over de Sweetheart of the Forces, of the Forces, met andere woorden, over Engeland. En Verlaine is natuurlijk een klassiek voorbeeld, dat is waar. Maar je kunt ook Nederland denken. En ik denk wel eens, zou iemand er nou nog van nieuwe generaties van die oorlogsliedjes iets begrepen? Omdat ze naar toen geschreven zijn, hè? Laten we zeggen, een Nederlands liedje, een van de mooiste oorlogsliedjes die ik weet. Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan. Het is gezellig op het asfalt van de stad. En bij het Lido zijn de blinden voor het raam vandaan. Dan gaan we kijken naar dat sprookje, lieve schat. Moet je nu vandaag aan de dag op datzelfde plein komen, zeg? Met al die opflikkerende, kleurige reclame-toestanden. Ik weet niet of generaties van nu, de tieners en de twintigers, dertigers, van zo'n liedje nog iets zullen begrijpen. Misschien is het ook bij Verlaine niet het geval. Terwijl het voor toen ongelooflijke teksten waren, die naar dat meisje met die goede stem werden toegespeeld. En daar heb ik een voorbeeld van. En het gaat steeds over die jongens die daar waar ook ter wereld aan die fronten zitten. En jongens, heus, het is een keer is afgelopen. De bloedigen, dan nog een, dan nog een. Het zal gebeuren. Dat is overigens niet het lied. Dat is niet het lied. Ik heb namelijk een ander voorbeeld. Dat vind ik nog een beetje sterker. Het bewijs leveren voor wat ik nu zeg. En dat is? Dat is niet. En dat is. Whiteness. Ja, luister op. Ja, ik doe net of ik het niet weet, maar ik kan dat niet vragen. White Cliffs of Dover, van gezongen door Vera. There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover tomorrow, just you wait and see. There'll